ik was gewoon best wel benieuwd wie die nieuwe vriendin van hem dan was. Weet je, en ik vertrouwde het ook niet helemaal. En tuurlijk gaat me helemaal niks aan, want we zijn natuurlijk uit elkaar, maar ik ben wel 8 jaar lang met hem samen geweest, hè? Als hij heel erg verliefd wordt op iemand of een kind gaat krijgen, hè, met iemand die gewoon niet deugt, dan wil je hem dat wel even kunnen vertellen. Ik ben er gewoon even subtiel in gedoken. We hebben de target een week lang op de voet gevolgd. Ze zijn erachter gekomen dat ze iedere dag om 8:41 haar huis verlaat om naar de yoga te gaan. 3 keer per week naar de yoga. Dat vind ik verdacht. Waarom heb je zoveel stilte nodig in je leven? Precies. En daarbij, we willen allemaal 3 keer per week naar de yoga. Maar we gaan allemaal. No care. Om 12:41 gaat ze langs bij haar favoriete koffietent. Ze bestelt een brownie iced double shot frappuccino soy milk. Dat is overduidelijk geen zuivere koffie. Dan, om 15:15 gaat ze langs bij haar oma. Haar oma? Yeah, right. Nee, het blijkt wel echt haar oma te zijn. Maar goed, is dit ook echt haar oma? Met andere woorden. Is haar vader wel? Precies. Dan, om 17:41 gaat ze rennen met vriendinnen in het park. Ze is aan het trainen voor een marathon. Voor een marathon. Make that the cat weasel. Waar ren je voor weg? Ik besluit om met ze mee te rennen. Alhoewel ik snel wandel. Ja, in verband met de beenlengteverschil. Ontzettende last van beenlengteverschil. Totaal onderschat probleem. En toen hebben we het gedaan. We hebben besloten om ons 2 dagen lang, dag en nacht, in onze auto te posteren voor haar huis. Er komt een man de kamer binnenlopen. Hij opent een koffer met contant geld. Hij sleurt een vrouw aan haar haren de kamer in. Hij schiet er door haar hoofd. Spoiler alert. Ze is het 24e seizoen Flikker Maastricht aan het kijken. Ze gaat naar de keuken. Ze komt weer terug. Ze heeft een mes in haar handen. Ze snijdt een blokje kaas. Maar is dit ook echt kaas? Ja, is kaas, ja. Ja. Tot nu toe hebben we niks concreets kunnen vinden. Maar alles is wel mega verdacht. Well, what do we need? We need evidence. We need DNA. We need some of her DNA. That's gonna save me. Ik besloot het te doen. Ik besloot om er langs te gaan. Heeft ze ook gedaan? Ik belde aan. Ding dong. Ik zei dat ik van goed doel was. Was er niet. En toen deed ik het. Ik haalde zo onopzichtig mogelijk een wattenstaafje langs de binnenkant van haar wang. Ja.